Zo, hartelijk welkom. Jullie kunnen me allemaal goed verstaan? Het is voor mij ook best wel spannend. Voor jullie is het denk ik helemaal niet zo spannend, maar voor mij wel. Iemand is hier al 3 keer geweest. Wie is hier nog meer dan 3 keer geweest? Ja, hahaha. En wie van jullie hoopt dat hij hier over misschien 7, 8 of 9 jaar weer opnieuw komt? Ik denk dat je nog even moet wachten met vragen. Heel goed. Als je heel hard je best doet, heb je kans dat je mag komen. En als je nog langer, even denken, nog dan wel 10 jaar heel hard je best doet, dan mag je komen werken. En als je dan nog misschien 15 jaar lang je best doet, dan mag je misschien ook zo'n pak aan. Maar misschien heb je er wel helemaal geen zin in. Dus je mag zelf uitrekenen hoe lang ik heb gewerkt. Ik ben professor aan de universiteit. 15 jaar. Heel goed, dank jullie wel. Ik ben milieueconoom aan deze universiteit. En ik ben ook lid geweest van de IPCC, de Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat is van de Verenigde Naties. Die hebben een groot team van experts van over de hele wereld, die elke 5 jaar 3 hele dikke boeken schrijven. En ik ben een van de mensen geweest die in die dikke boeken heeft geschreven voor de Nederlandse beleidsmakers en beleidsmakers in andere landen, wat nou het beste klimaatbeleid is. Dus daarom hoop ik dat ik genoeg kennis heb om dat met jullie te kunnen delen. Jullie kregen net al de vraag hoe warm jullie het hier vonden. Hoe warm vonden jullie het nou afgelopen maandag? Wie kan zich dat nog herinneren? Vonden jullie het maandag koud, dat is groen, of warm, dat is rood? Het was maandag, was het ongeveer 6 graden en ik vond het koud. Ik dacht toen maandag, nou geef mij maar een beetje klimaatverandering. Ik weet niet wat jullie dachten. Maar dat is dus het weer. Ja, als het op een dag nat is, of het is koud, of het is warm op een dag, dan noemen we dat het weer. Maar het klimaat is of het over een heel jaar, zodanig. Als het over een heel jaar warm of koud is. Nou, mogen jullie dus vragen stellen, maar jullie snappen wel dat ik niet bij elke slide 10 vragen kan beantwoorden. Daar hebben we de tijd niet voor. Ik wil jou vragen of je alsjeblieft geen vragen meer wilt stellen en ook geen dingen meer wilt zeggen. Oké? Okay? Dus ik zag daar 1 vraag, volgens mij. Stak jij net je hand op? Stel maar je vraag. Nou, meestal is dan, als het koud is, is het meestal blauw. Ja, maar dat had ik ook bedacht. Je hebt helemaal gelijk. Maar ik zag al die blaadjes. Ik dacht, er zit geen blauw blaadje tussen. Ik dacht, wat moet ik doen? Dus dacht ik, dan doe maar groen voor koud. Was dat goed? Dankjewel. Oké. Dus ik vond het maandag best koud. En ik dacht bij mezelf, een beetje warm is eigenlijk best wel lekker. Dus als er nou de komende 100 jaar nog een graad bij komt in Nederland, dan ben ik helemaal niet ontevreden misschien. En misschien jullie ook wel niet. Maar de eerste vraag die ik wil stellen, denken we nou echt dat het warmer wordt? Dus de eerste vraag voor jullie is, denken jullie, hebben jullie al gehoord over klimaatveranderingen? Denken jullie dat het bezig is warmer te worden en dat als jullie oud zijn, jullie zijn nu onder de 12 denk ik, rond de 10, dat als jullie misschien 80 zijn, dat het dan echt warmer is? Dan steek je de groene op of zeg je van, nou ik weet het niet zo zeker. Dan steek je de rode op. En heel belangrijk, we zijn hier aan de universiteit, we zijn wetenschappers. Wij willen dat je zelf denkt wat jij denkt. Dus je kijkt niet naar je buren, wat voor een blaadje hebben die? Ja? Als die groen hebben, doe ik ook groen. Als jij denkt dat het gewoon niet warmer wordt en je buren denken van wel, dan doe je gewoon rood. Oké, de meerderheid denkt dat van jullie dat het wel warmer is, maar sommigen die weten het niet zeker. Heel goed, jij weet het een beetje half zeker. En dan heb ik de volgende vraag. Dus de meerderheid van jullie denkt dat het warmer wordt. Denken jullie dat het erg is dat het warmer wordt? En nou doen we groen als jullie denken dat het eigenlijk erg is dat het warmer wordt. En we doen rood als jullie denken, wow, nee, het is eigenlijk best wel lekker warm. Een beetje 1 graden erbij. De meeste van jullie denken nu toch wel dat dat erg is. Oké, dank jullie wel. En dan de derde vraag. Hebben jullie het idee dat wij in Nederland, maar laat ik eerlijk zijn, ook jullie ouders, ook ik, ook jullie zelf,
Hebben jullie het idee dat wij genoeg ons best doen om te voorkomen dat het warmer wordt? En groen is als je denkt, ja, ik doe hard mijn best en alle andere Nederlanders doen ook hard hun best. En rood als je denkt, nou nee, we doen niet zo hun best. Oh lieve, help mensen. Jullie zijn wel een grote meerderheid rood. Er zijn een paar kinderen die denken dat ze wel heel goed hun best doen. Nou, heel goed. Dank jullie wel. Ik hoop jullie in dit college te helpen je eigen antwoorden te vinden op deze vragen. Dat je niet alleen maar denkt dat het zo is, maar dat je ook een idee hebt waarom je dat denkt. En je hoeft het aan het eind niet, zal ik maar zeggen, met mij eens te zijn. Het gaat mij er niet om of het ene zo is of het anders is. Het gaat mij erom dat jullie zelf snappen wat de informatie is die je nodig hebt om de antwoorden te vinden op die vragen. Ja? Goed. De eerste vraag die we hadden is, wordt het warmer? Ja, dat is toch helemaal niet zo'n makkelijke vraag. Hier zien we voor de afgelopen 160 jaar, meer dan 160, 168 jaar, vanaf 1850 tot nu, de temperatuur over de hele wereld gemiddeld genomen. Ja? En wat zien we hier? En dat heet genormaliseerd. We doen alsof de temperatuur in 1850 de normale temperatuur was, 0 graden. En we doen nu, is de temperatuur 0,8 graden, bijna een heel graad warmer. Willen jullie alsjeblieft stil zijn? En je buurman ook? Nu is het ongeveer 1 graad warmer dan 150 jaar geleden. Ja? En wat zien we? We zien twee dingen. We zien allereerst dat hij heel erg op en neer gaat elk jaar. En we zien ook dat hij, hier is hij stabiel tussen de eerste 50 jaar. Daarna ging hij opeens, 40 jaar ging hij hartstikke omhoog, de temperatuur. Toen ging hij, na de Tweede Wereldoorlog, tussen 1940 en 1980, ging hij gewoon weer naar beneden. En na 1980 ging hij weer helemaal omhoog. Dat is wel heel raar. Ja? Het is zelfs zo dat nu denken jullie allemaal, en ik, of de meeste van jullie, en ik denk dat het warmer wordt. Maar hier, in 1975, verschenen er artikelen in de kranten en in de tijdschriften waarin stond, help, 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 het wordt kouder. We krijgen een nieuwe ijstijd. Dat was waar ze bang voor waren in 1975. Ja? Dus, het is niet zo makkelijk. En de vraag die een wetenschapper zich stelt, hoe kan dat nou dat die temperatuur zo wiebelt? Want pas als we snappen hoe dat komt, kunnen we ook iets zeggen over of we verwachten dat het in de komende 100 jaar weer warmer wordt of niet. Snappen jullie dat? Ja? Dus, je hebt mensen, ik heb heel vaak gesproken over klimaat, en er zijn ook altijd heel veel mensen, en die laten zo'n grafiek zien, en die zeggen dan, ja, je ziet aan die grafiek dat we gewoon helemaal niks weten. En dit is gewoon de natuurlijke variatie, zeggen ze dan. Ja, dus daarom is het belangrijk dat we proberen te begrijpen waar het vandaan komt. Wanneer wordt het? Je hebt een vraag. Oké, ik zal de vraag herhalen, zodat anderen het ook kunnen horen. Zij vraagt, ze zegt, ze heeft op tv gehoord dat het ook warmer wordt, omdat er warmte vrijkomt van machines en fabrieken. Ja? Dat is waarschijnlijk wel waar, maar het is waarschijnlijk maar een heel klein beetje. Ik heb hier, op het scherm, heb ik de 4 belangrijkste redenen opgeschreven waarom het warmer of kouder wordt. De eerste is, het kan warmer of kouder worden als de zon harder schijnt. Ja, zeg je dan, dank je de koekoek. Die zon die is er al, hoe lang? 4,5 miljard jaar. Die gaat echt niet opeens de ene dag harder schijnen dan de andere dag. Hè? Of het ene jaar harder dan het andere jaar. Ik moet nu even wachten, dus zo dadelijk. Ja? Het kan warmer of kouder worden als we meer schonere lucht hebben. Of we kunnen meer of minder sneeuw en ijs hebben. Ik zal zo dadelijk uitleggen waarom dat belangrijk is. Of omdat we broeikasgas hebben. Dat is wat het meeste in het nieuws komt. Nou, gaan we door deze 4 punten heen en dan gaan we kijken hoe belangrijk deze zijn en waarom ze belangrijk zijn, hoe ze werken. Maar mijn eerste vraag aan jullie is, die zon is 4,5 miljard jaar oud. Denken jullie dat die zon elk jaar even hard schijnt? Dat die dus, zou ik maar zeggen,
Of denken jullie, en als je zegt van nee, het ene jaar schijnt heel hard, het andere jaar schijnt hij heel weinig, dan doe je rood. Als je zegt, nou, die zon is 4,5 jaar oud, die gaat echt niet het ene jaar heel hard schijnen en het andere jaar heel weinig schijnen, dan doe je groen. De meerderheid is rood en er zijn een paar groen. Nou, ik zal jullie zeggen, ik ben zwaar onder de indruk. Ik zou bijna willen vragen, wat zeggen de ouders hiervan? Want ik zal eerlijk vertellen, toen mij die vraag werd gesteld 20 jaar geleden, toen zei ik groen. En het antwoord is rood. Ja. Had je het fout? Ik had het fout. Ja, dat kan echt. Ja. Namelijk, ik dacht, die zon is 4,5 miljard jaar oud. Die gaat echt niet een jaar harder schijnen en dan volgend jaar minder hard. Ach, natuurlijk. Nou, tuurlijk wel, alsof jij snapt waarom het zo is. Ja. Maar niet te veel praten, alsjeblieft. Ja? Nou, dus heel lang dachten wij dat de zon altijd even hard scheen. Natuurlijk, de ene dag heb je er wolken voor de zon en de andere dag heb je geen wolken voor de zon. Maar dat is niet de zon zelf, hè? Dat zijn die wolken. Maar we hebben ontdekt dat de zon echt zelf soms hard schijnt en soms, en het scheelt een procent is best veel, als je weet hoeveel die schijnt. Dus bijvoorbeeld, tussen 1500 en 1700, weten we, dat kunnen we namelijk meten, waren toen ook wetenschappers, die hebben allemaal dingen opgeschreven, en van de dingen die ze opschreven, weten we dat de zon toen minder hard scheen. En wat weten we ook? We weten ook dat tussen 1500 en 1700 er heel veel schilderijen werden gemaakt met schaatsen. Huh? Dus we weten dat het in die periode, bijna 200 jaar lang, was het een stuk kouder in Nederland. En dat kwam gewoon omdat de zon minder hard scheen. Ja, voor mij was dat een grote verrassing. Hoe hard schijnt de zon dan in de ijstijd? Hoeveel schijnt de zon minder in de ijstijd? Dit is een hele goede vraag. Dit is ook een hele moeilijke vraag. Het grote verschil tussen de ijstijd en wat dan de tusseneistijd, de interglaciële tijd heet, is niet hoe hard de zon schijnt. Het grote verschil, die staat er niet tussen, want die vond ik te ingewikkeld. Het grote verschil is, de aarde, weten jullie allemaal, die is een beetje gedraaid. Ja? En als de aarde iets meer is gedraaid, dan is er een groter verschil tussen zomer en winter. En als de aarde iets minder is gedraaid, dan is er minder verschil tussen zomer en winter. En omdat nou ook nog het meeste land op het noorden is en het meeste ijs ligt op het land, maakt het uit hoeveel ijs er ligt, hangt er vanaf hoe koud het is in de winter. En hoe koud het is in de winter hangt er dus vanaf hoe die aarde is gedraaid. Nou, en dan kom je dus bij de verklaring voor de ijstijd. Erg ingewikkeld. Als we tijd aan het eind tijd over hebben, kunnen we er nog verder op ingaan. Hele goede vraag. Maar je kunt dus bijvoorbeeld dit schilderij kun je zien in Brussel. Dit is een schilderij van een dorpje in Brabant. En dit zien we tegenwoordig niet zo heel veel meer, maar dat zag je dus 400 jaar geleden, zag je dit heel vaak in Brabant. Ja? En dat was omdat de zon minder hard scheen. Maar niet alleen in 1500, 1600, 1700, ook recent, rond wat we net zagen, tussen 1940 en 1980, ging de zon ook minder hard schijnen, hebben we ontdekt. Ja? Dus de reden dat het kouder werd tussen 1950 en 1980 is omdat de zon minder hard ging schijnen. Ja? De tweede mogelijke reden waarom het kouder of warmer is luchtvervuiling. Een schone lucht laat het licht goed door. En wat er gebeurt is, de zon die stuurt licht door de atmosfeer naar de aarde. Dan wordt de aarde, de grond echt, hè, en de bovenkant van gebouwen, dat wordt lekker warm. En die warmte wordt dan weer teruggekaatst. Maar als er heel veel wolken voor hangen, of er hangen heel veel vieze lucht boven, dan komt er minder zonlicht op de aarde en wordt de aarde minder warm. Zo simpel is het. Nou, wat gebeurde er ook? Niet alleen ging de zon minder hard schijnen tussen 1950 en 1980, ook was het zo dat in Europa en Amerika er heel veel fabrieken werden gebouwd. En al die fabrieken die waren ontzettend vies. Het was zo, daar hebben jullie helemaal niks van meegekregen. Het is zelfs van voor mijn tijd. Maar in de jaren 70 was de lucht zo vies dat als je een grote stad, Rotterdam of Amsterdam, wie van jullie is wel eens in Rotterdam of Amsterdam geweest? Ja, heel goed. Als je in een van die twee steden liep, dan kon je op sommige dagen kon je de overkant van de straat niet zien vanwege de vieze lucht.
Daar kun je nou niks meer voorstellen, maar het is echt waar. Er was een winter op een gegeven moment in Londen in die tijd, dat de lucht zo vies werd dat er gewoon duizenden mensen dood gingen vanwege de vieze lucht. Zo vies was de lucht. En de vieze lucht laat minder zon door, en daardoor was het koeler. Wat is er nou toen gebeurd rond de jaren 70? Op een gegeven moment zeiden de mensen, die vieze lucht die moeten we niet meer. We moeten gezorgd dat onze fabrieken schoner worden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben gewoon tegen de fabrieken gezegd, jullie moeten minder vieze lucht gaan produceren. De fabrieken die hebben dat gedaan. De lucht werd schoner en het werd warmer. Ja? Goed, dan is er nog een derde punt. Dat is sneeuw en ijs. Dat is een beetje ingewikkeld, maar ook vind ik zelf een hele leuke. Wat doet ijs en sneeuw op de Noordpool? Zeg het maar. Het smelt, heel goed. En wat doet het voordat het is gesmolten? Je hoeft het niet te weten. Voordat het is gesmolten, weerkaatst het zonlicht. Ja? Dus wat gebeurt er? Dat zonlicht komt op de aarde. Dat zonlicht wil, het wil natuurlijk helemaal niks, want zonlicht heeft geen wil. Maar we doen even alsof. Het zonlicht wil de aarde verwarmen. Maar als daar sneeuw of ijs ligt, dan wordt het zonlicht gewoon rechtstreeks teruggekaatst. Niks warmer. Ja? Dus als er sneeuw ligt, blijft het koud. Als er ijs ligt, blijft het koud. Ja? En wat gebeurt er nou dus tegenwoordig? Tegenwoordig is het sneeuw aan het smelten op de Noordpool. Dat betekent dat we minder sneeuw hebben. En omdat we minder sneeuw hebben, wordt het licht niet meer teruggekaatst de ruimte in. In plaats van dat het licht wordt teruggekaatst de ruimte in, wordt het zo door de oceanen opgenomen en daarom wordt de aarde warmer. Dat is één van de dingen die we nu zien gebeuren. Ja? En dan hebben we de derde reden, de broeikasgassen. Dit is een plaatje, een heel beroemd plaatje in de wetenschap, van de hoeveelheid CO2 in de lucht. En dit wordt aangegeven in particles per million. Dat wil dus zeggen dat voor elke miljoen deeltjes in de lucht, het grootste deel daarvan is stikstof. Je hoeft niet te weten wat het is, maar je moet gewoon voorstellen, een bolletje stikstof, 80%. Dan is ongeveer 20% is zuurstof. Ook al die deeltjes, daar ademen we lekker mee. En van die miljoen zijn er dan op dit moment, toen 315, en nu zijn er, op dit moment zitten we daar, zijn er 400 deeltjes CO2. En wat is nou bijzonder aan CO2? Bijzonder aan CO2 is, zo dadelijk krijg jullie een vraag dat iemand mag antwoorden, zo dadelijk pas. Bijzonder aan CO2 is dat als er warmtestraling tegenaan botst, dan wordt het gestopt door de CO2. Dus als er warmtestraling, zal ik maar zeggen, als hier een stikstofmolecuul is, een warmtestraling, gaat die er gewoon lekker langs. Zuurstof, gaat er gewoon lekker langs. CO2, koolstofdioxide, stop. En dan wordt de lucht warmer. Dus eigenlijk is CO2 een soort van deken. En nu heb ik nog een hele moeilijke vraag. Het is echt een hele moeilijke vraag. We zien dat die omhoog gaat, hè? Dus heel duidelijk, in de laatste 60 jaar is die CO2 heel veel omhoog gegaan. Maar we zien ook dat die op en neer, op en neer, op en neer, op en neer. Dus de hoeveelheid CO2 in de lucht gaat elk jaar omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Heeft iemand van de kinderen enig idee waarom elk jaar de CO2 omhoog of naar beneden gaat? Ja, ik vraag iemand van de achterste rij, zeg het maar als je het weet. Hij staat. Omdat er, als er mensen doodgaan, komt er minder kooldioxide uit de mond. Dus dan is er minder CO2 in de lucht. Maar wat heeft dat met, waarom is dat elk jaar zo? Dat er elk jaar misschien wel mensen doodgaan. Bijna. Probeer nog maar iemand anders. Nou, ik denk dat als het nacht is, dat er minder auto's en fabrieken draaien. Dat het daardoor ook minder wordt steeds. Nou, ook een heel mooi geprobeerd. We gaan nog één keer proberen. Zomer en winter. Ja, dat is heel goed. Maar nu, waarom? Waarom heeft dit te maken met de zomer en de winter? In de zomer dan wordt die deken, dan schijnt de zon harder. Dus dan. En in de winter schijnt de zon. Bijna. Nou, zal ik het dan toch maar gewoon verklappen? Nee. Wat het eigenlijk is het antwoord, het is niet zomer-winter, het is lente-herfst. Wat gebeurt er in de lente? Wie weet wat er in de lente gebeurt?
Jij? Hm? In de lente vallen de blaadjes. Oeh. Je weet het wel? Zeg het nog maar een keer. In de lente? In de lente groeien de blaadjes. En in de herfst vallen de blaadjes. Dat bedoelde je. En dat is echt waar. Wat je hier ziet, zijn de blaadjes die vallen in de herfst. En de blaadjes die groeien in de lente. En als ze in de lente groeien, nemen ze al die CO2 op om blaadjes te maken. En als ze in de herfst vallen, dan laten ze alle CO2 weer gaan. Dat is wat je hier ziet. Op en neer, op en neer. Ja? Nou, dus die CO2, de koolstofdioxide, werkt als een soort van deken. Nog een dikkere deken, hoe warmer het is. Zo makkelijk, hè? Dus we hebben 4 redenen, en er zijn er nog meer. Dat hoorden we net met die vraag over de ijstijden. Maar dit zijn de 4 makkelijkste of belangrijkste redenen. En nu is de vraag, hoe groot is de bijdrage? En dat is eigenlijk waar wetenschappers het antwoord op zoeken. En waar ze het niet altijd over eens zijn. Dus de meeste wetenschappers zeggen dat uiteindelijk die broeikasgassen het belangrijkste zijn. En sommige wetenschappers zeggen dat een van die andere dingen het belangrijkste is. En dat is het verschil waarom de meeste wetenschappers zeggen van nou, het gaat nog heel veel warmer worden de komende 100 jaar. En sommige wetenschappers zeggen, nou dat zal misschien wel meevallen. Snappen jullie nu een beetje waarom die temperatuur zo schommelde en waarom we het dus ook niet heel, heel precies kunnen weten hoeveel warmer het wordt? Ja? Oké. Goed, dat is de volgende vraag. Dus we denken eigenlijk wel bijna zeker dat het warmer wordt. Ja? De volgende vraag is dat lekker warm? Is dat prettig of niet? Nou ja, wat gebeurt er als het warmer wordt? Als het warmer wordt, dan kan de lucht meer water opnemen. Ja, even wachten nog, sorry, ik kan niet de hele tijd. Ja? Als het warmer wordt, kan de lucht meer water opnemen. Dat betekent dat de grond droger wordt. Maar het betekent ook dat als het regent, het harder regent, want er zit meer water in de lucht. Dus daarom zorgt een warmere aarde, een beetje raar misschien, voor een droge grond, maar soms ook overstromingen. Ja, dus dat is inderdaad een van de verwachte gevolgen van klimaatveranderingen. Een warmere aarde zorgt ook dat we hier in Nederland dat we al eerder een warme temperatuur hebben, waardoor we bijvoorbeeld tarwe kunnen laten groeien. En dat het langer door kan groeien. Ja? Dus voor Nederland betekent het dat we meer kunnen laten groeien op onze akker. Maar het zorgt er ook voor dat in warme gebieden, waar het soms al eigenlijk te warm is voor planten om te groeien, dat er minder graan kan groeien. Dus wat zien we? We zien dat de rijke landen, de meeste rijke landen zitten in hetzelfde gebied als Nederland, waar het, dat heet niet tropisch, waar het zo'n 20 graden is in de zomer en dan zo'n 10 graden in de winter. Voor die rijke landen is het zo dat klimaatveranderingen betekent dat ze waarschijnlijk meer landbouw, meer voedsel kunnen produceren. Voor de arme landen betekent het juist dat ze waarschijnlijk minder voedsel kunnen produceren. Dus wat is het probleem van klimaatverandering? En niet per se alleen maar dat we minder voedsel kunnen produceren, maar vooral dat we minder voedsel kunnen produceren in de landen die nu toch al arm zijn. Sorry, kunnen ze... Ja, dus ze zijn nu al arm en dan is de angst is dat ze dan nog armer worden. Want ze zijn arm en dan gaan ze ook nog minder voedsel kunnen produceren. Dus dat is het probleem, of een probleem van klimaatveranderingen. Wat gebeurt er ook? Als het warm wordt, dan zet water uit. En we hebben kans dat Groenland, op Groenland ligt een heel dik pak sneeuw, wel 50 meter. Nou, ik denk eigenlijk 70 meter. 70 meter sneeuw. Als dat gaat smelten, stijgt de zeespiegel met 7 meter. Als de zeespiegel met 7 meter stijgt, dan loopt Nederland onder water. Ja, kun je niet zo heel veel aan doen. Alle gebieden hier die blauw en groen zijn, die lopen onder water. Maar ik heb goed nieuws voor ons. Wij zitten in het oranje gebied. Het is hier tussen de 10 en de 15 meter boven zee. Wij houden het droog. Zolang als we het houden bij Groenland. Als ook de Antarctica gaat smelten, wordt het hier ook nat. Maar jullie hoef je, en jullie ouders ook, hoeft zich niet meteen zorgen te maken, want het duurt wel waarschijnlijk nog meer dan 100 jaar. Maar ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Moeten wij nou
rekening houden met wat er gaat gebeuren over 100 jaar? Of moeten we zeggen, dat zoeken onze kinderen maar uit. Hun kinderen, de kinderen van jullie. Jullie kinderen, die krijgen misschien natte voeten. Nou, dat zoeken zij maar uit. Of moeten we zeggen, nee, dat moeten we nu al wat aan doen. Kinderen van mijn kinderen. Ja? Eén van die twee. IJsblokken bij de Noordpool smelten, dan gaat de zee toch ook omhoog? Nou, dit is een vraag die elk jaar terugkomt bij de wetenschapsquiz, of de, geloof ik dat die heet, die ook in december wordt gehouden. Als een ijsblok smelt op de Noordpool, stijgt de zeespiegel dan ja of nee? En het antwoord is, nou hebben jullie blaadjes, ja is groen, nee is rood. Dus als een ijsblok op de Noordpool smelt, stijgt het zeewater dan? En het antwoord is rood, nee. Wat wil namelijk het geval? Als je een ijsblok hebt, die zit voor de helft, niet voor de helft, voor een klein deel steekt die boven water. En voor een groot deel zit hij onder water, als het ijs is. Als hij smelt, dan neemt het volume zoveel af dat het volume precies evenveel is als dat deel wat al onder water zat. En het gevolg is dus dat het geen effect heeft op de waterspiegel. Alleen als het ijs smelt op land, dus op Groenland of op Antarctica of een gletsjer, dan stijgt de waterspiegel. Ja? Oké. Wat is nog meer een gevolg van klimaatveranderingen? De mens, hebben we ontdekt, kan zich eigenlijk altijd heel goed aanpassen. Dus ik maak mezelf nooit zo'n zorgen over de mens. Als Nederland, als de helft van Nederland onderloopt, nou, dan verhuizen we gewoon naar Duitsland. Ja, dan vinden ze misschien niet zo leuk in Duitsland in het begin, maar als we een beetje aardig zijn, dan willen ze het ons misschien wel accepteren. Of België. Ja? Mensen passen zich wel aan. Maar wie zich niet aan kunnen passen, zijn dieren en planten. Ja? Dus wat verwachten de wetenschappers? Wetenschappers hebben al gezien dat in Nederland, dat je ziet alle soorten zie je naar het noorden verschuiven. Je ziet vogels naar het noorden verschuiven, je ziet vlinders naar het noorden verschuiven, je ziet planten naar het noorden verschuiven. Maar sommige ecosystemen, heet dat, ecosystemen, dat zijn hele groepen van planten en dieren bij elkaar, die kunnen nergens heen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld een koraalrif. Een koraalrif kan nergens heen. En de verwachting van wetenschappers is dat in 2050 de meeste, in 2100, de meeste koraalriffen dood zullen zijn op de wereld. Omdat het te warm is geworden voor ze. En ze kunnen nergens heen, dus ze gaan dood. En dat is jammer voor de koraalriffen, het is jammer voor de toeristen, die kunnen niet meer op bezoek. En het is natuurlijk jammer voor de vissen, want er leven heel veel vissen bij de koraalriffen. Ja? Dus dat is ook een gevolg van klimaatveranderingen. Dus, wat zijn de gevolgen van klimaatveranderingen? Over het algemeen denken we, rijke mensen passen zich aan, die hebben er niet heel veel last van. Arme landen, mensen, vooral de mensen, arme mensen in arme landen, die hebben er veel last van. Die kunnen zich niet zo goed aanpassen. We verwachten dat kustgebieden onder water lopen. We verwachten dat op aardig wat plaatsen de natuur kapot zal gaan. Maar tegelijkertijd, als wetenschapper zeg ik ook altijd, we weten niet precies wat er gaat gebeuren. Wat we eigenlijk doen is gewoon een heel groot experiment. Het grootste experiment in de geschiedenis van de mens, dat is misschien niet helemaal waar, maar één van de grootste experimenten in de geschiedenis van de mens. We warmen de aarde een beetje op en over 100 jaar of 200 jaar of 1000 jaar kijken wat er is gebeurd. Al zal ik dat niet meer meemaken, denk ik. Jij hebt al een vraag gehad, dus... Dus Nederland, Tilburg ligt nu in het midden van Zeeland, Brabant en Limburg. Dus het ligt niet aan de zee, maar als het land dan overspoelt, ligt het dan wel aan de zee. Ja, dan krijgen we een strand. De grens die komt aan de noordkant van Tilburg. Dus hier zitten we nog op de uitlopers van de Ardennen. Het is hier nog zandgrond. Dit is 10, 20 meter boven de zee. En als je verder naar het noorden gaat, dan kom je op de kleigrond eigenlijk van de rivieren terecht, de Maas. En dat ligt dat ligt minder dan 10 meter boven de zee, dat gaat overstromen. Dus je moet je voorstellen, Tilburg Noord is dan hetzelfde als wat nu Scheveningen is.
Nou, dat is helemaal niet gek. Misschien wordt het juist heel veel waard. Oh. Maar ik moet er meteen bij zeggen, dat kan wel honderden jaren duren en we weten het niet precies, hè? Misschien gaan we wel hele hoge dijken bouwen. Kan ook. Goed. Nog één keer deze vraag. Wat denken jullie, doen wij genoeg? Ja, groene kaart, om klimaatverandering te voorkomen. Of doen wij niet genoeg, rode kaart? De meerderheid van jullie wil geloof ik dat we iets meer doen. Nou, laten we eens kijken. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Waarom de meerderheid gelijk heeft? Want ik ben het helemaal met je eens. Er zijn ook, je hebt helemaal gelijk. Ik kan niet zeggen dat ik denk dat jullie gelijk hebben. Ik ben het eens met de meerderheid. Dat is de wetenschappelijk verantwoorde uitspraak. De meeste wetenschappers denken dat we te weinig doen. En waarom denken we dat dat komt, dat we zo weinig doen? Nou ja, ik heb hier al een lijstje genoemd. Zijn er nog, je mag nog iemand als je... Nou, ik denk ook heel veel mensen die rijden nog wel heel veel auto. Ja. Want kijk, bijvoorbeeld als je een kilometer ergens heen moet, dan rijden de meeste mensen wel met de auto. Oeh, dat is wel heel pijnlijk. Wie van jullie wordt met de auto naar school gebracht? Groen als je met de auto naar school wordt gebracht. En rood als je niet met de auto naar school wordt gebracht. Oeps, dat was wel een beetje een pijnlijke vraag, hè, jongens. Goed. Nou, dank jullie wel. De meerderheid gaat niet met de auto naar school. Dat is dan toch wel weer heel fijn om te horen. Om te zien. Heel goed. Ik ga ook altijd met de fiets naar mijn werk. Wat denken we? Mensen vinden het lastig. Mensen die willen graag dingen, die denken dat dingen waar zijn, die voor hun makkelijk zijn. En minder autorijden of minder vlees eten, dat is lastig. Want laten we eerlijk zijn, het is eigenlijk wel makkelijk om gewoon met je auto ergens heen te gaan, vooral als het regent. Hè? Dus als iemand tegen jou of tegen mij vertelt van het is niet goed om met de auto te gaan, dan doe ik liever eventjes mijn vingers in mijn oren. Ja, dan zeg ik ja, dat zal wel zo. Maar even een andere keer alsjeblieft, niet nu het regent. En ik denk dat de meeste mensen er last van hebben. Ja? Niet alleen mensen vinden het lastig, ook de overheid vindt het lastig om iets tegen het klimaat te doen. Waarom vindt de overheid het nou lastig om iets tegen het klimaat te doen? Nou, dat heeft er onder andere mee te maken, omdat het klimaatprobleem, we zagen die grafiek van CO2, koolstofdioxide die omhoog gaat, dat wordt eigenlijk vooral veroorzaakt door het gebruik van steenkool, olie en gas, zogenaamde fossiele brandstoffen. Ja? En de bedrijven die olie en gas produceren en verkopen, die verdienen heel veel geld. En niet alleen die bedrijven verdienen heel veel geld, ook landen verdienen heel veel geld. Ook Nederland verdient heel veel geld. In de jaren 70, dat is ongeveer toen ik werd geboren, dus heel lang geleden, toen werd in Nederland ontdekt dat we heel veel gas hadden in Groningen. En wat deed toen de Nederlandse overheid? Die zei, hiep hoi, wij zijn rijk. Die hebben toen meteen gezegd, dat gas gaan we oppompen, gaan we voor veel geld verkopen. En daar gaan we allemaal leuke dingen van doen. Echt waar? De Efteling bouwen! Ja, de Efteling is gebouwd toch met ander geld. Maar wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan... Ja, even niet al te hard roepen. Ze hebben bijvoorbeeld toen de AOW, dus dat is pensioen voor oude mensen. Dus het is niet, ze hebben niet allemaal slechte dingen gedaan of zo. Ze hebben hele goede dingen gedaan. Maar ze hebben wel gedacht, hey, dit is geld. Nou kunnen we eindelijk een goed pensioen geven aan iedereen die oud is. Ja? Als je het eenmaal hebt gedaan en er komt iemand anders die zegt, dat gas is niet goed voor het milieu. Ja, dan denkt de Nederlandse overheid, ja, hoe moet ik dan die pensioenen gaan betalen van die oude mensen? Ja? Dat is één reden. En ik ben het er misschien niet mee eens, maar het is wel een duidelijke reden. Andere reden is, helaas, dat de bedrijven ook heel veel geld hebben. En de bedrijven, de oliebedrijven, hebben gewoon heel veel geld gegeven aan heel veel mensen om te roepen dat klimaatveranderingen niet bestaan. Ja, de overheid die betaalt mij een goed salaris, maar andere mensen die kregen een salaris om gewoon te roepen dat wat ik zei onzin was.
Ja, is echt gebeurd. Op grote schaal hebben ze echt miljarden euro's aan uitgegeven. Het is niet te geloven, maar het is echt gebeurd. Dus ja, wat gebeurt er dan? Je zit in de regering en je hebt een paar wetenschappers en die zeggen klimaatprobleem is een groot probleem. Maar ja, je hebt ook een heleboel mensen die krijgen pensioen. En die zeggen, ik wil wel mijn pensioen houden. En dan heb je ook nog een heleboel mensen en die zeggen, het klimaatprobleem is helemaal geen probleem. Ja, en dan zeggen die wetenschappers wel dat die mensen die anderen niet te vertrouwen zijn, maar weet jij veel. Dus wat doe je dan als regering? Dan zeg je, nou, bewijzen jullie het eerst maar eens wat beter. Dat er echt klimaatveranderingen zijn. Dan gaan we misschien wel wat doen. Dus de regering die wil altijd graag wat we noemen 200% zekerheid. Ja? Nou is het grappige, ja, dat je dus merkt, ik heb dit praatje al heel vaak gehouden en ik doe het al heel lang. En ik merkte dus dat 20 jaar geleden echt er altijd heel veel mensen in de zaal zaten die zeiden, nee, we hebben ook heel veel mensen gehoord die zeggen dat het geen probleem is. En tegenwoordig zeggen veel minder mensen dat. Dus ja, hoe komt het nou? Ik denk onder andere, een van de dingen die de mensen zeiden, dat klimaatveranderingen niet bestonden was, ze zeiden, we kunnen er niks aan doen. En wat ik eerder zei, als je een probleem hebt en je kunt er niks aan doen, dan willen de meeste mensen gewoon bedenken dat het probleem niet bestaat. Dat is makkelijker. En nu zien we om ons heen, we zien dat heel veel mensen zonnepanelen op hun dak zetten, we zien dat we windmolens in de Noordzee plaatsen, dat het zelfs geen geld meer hoeft te kosten. Dus we zien dat we er wel wisselwachtig aan kunnen doen, dat het niet zo moeilijk is. En nu zie je dat omdat we ontdekken dat het niet zo moeilijk is, er ook minder mensen gaan zeggen dat er geen klimaatproblemen zijn. Ja? Dus ik vind dat wel een prettige uitkomst. Nee, nog niet. Goed. Ik ben al bijna aan het eind. Wat ik hoop dat jullie hebben geleerd, is de vraag, wordt het warmer, weten we het niet precies? De reden dat wetenschappers niet precies weten hoeveel warmer het is, is omdat er zoveel verschillende redenen zijn waarom het warmer wordt. Ja? En het is heel moeilijk om te kijken hoe groot nou de bijdrage is van elke aparte reden. Ja? Ik hoop dat jullie nou een beetje hebben begrepen, waarom is het nou erg dat het klimaat warmer wordt? Dat is eigenlijk in alle eerlijkheid waarschijnlijk niet zo heel erg voor jullie. Jullie hebben er relatief weinig last van. Jullie zijn kinderen in een rijk land, Nederland. Ja? Het is vooral erg voor mensen in arme landen. En het is vooral erg voor ecosystemen, voor beesten en planten. Ja? En ik hoop dat jullie nou een idee hebben, waarom duurt het zo lang voordat we iets tegen doen? Dat is omdat het lastig is. En het is vooral lastig voor mensen die iets kunnen beslissen. Want als jij iets kan beslissen, dan moet je heel goed nadenken voordat je iets beslist wat mensen heel vervelend vinden. En dan kan je vertellen dat heel veel mensen in Nederland het vervelend vinden als jij heel erg hard gaat proberen om onze CO2-emissies naar beneden te brengen. Wat kunnen jullie doen? Zo dadelijk hebben we een heleboel tijd, 15 minuten nog om te vragen. Dus ik denk dat je nu even kan wachten en dan gaan we zo dadelijk heel veel vragen verzamelen. Wat kunnen jullie zelf doen? Nou, wat wij aan de universiteit jullie proberen te leren vooral, is dat jullie zelf moeten nadenken. Ja? Het gaat er niet om dat jullie naar mij luisteren en zeggen, oh, nou, dat heeft die professor gezegd, dus is het waar. Ja? Jullie moeten zelf nadenken wat jullie ergens van vinden. Ja? En waarom je vindt dat we wel of niet iets moeten doen. Wat je zelf praktisch kunt doen, is je kunt zuinig met energie zijn. Je kunt zeggen de volgende keer van, nee, ik hoef niet in de regen met de auto. Ik ben heel benieuwd hoor, of ik dat zelf zeg. Je kunt zeggen, nou, ik doe de raam toch maar even dicht, ook al hou ik wel van frisse lucht. Je kunt zeggen, nou, paps en mams, ik vind het eigenlijk wel een goed plan om niet elke dag vlees te eten. Wat dacht je ervan? Om alleen nog maar 3 dagen in de week vlees te eten. Maar al die dingen die jullie kunnen doen, zijn natuurlijk altijd maar hele kleine dingen. Dat moeten we wel beseffen. Dus eigenlijk, de meeste dingen die we kunnen doen, en wat wordt over gesproken? Het sluiten van een steenkoolcentrale. Kunnen jullie of ik dat doen? Natuurlijk niet. Ja? Dus de meeste grote dingen die gedaan kunnen worden, die moeten gedaan worden door de overheid of door Europa.
En in alle eerlijkheid, Europa heeft heel veel goeds gedaan als het aankomt op het klimaat. Ja? Dus wat je kan doen, is niet alleen maar je eigen meer fietsen, minder met de auto. Wat je ook kan doen, is je mening delen en praten met andere mensen. En als je later 18 bent, ga stemmen. En als je gaat stemmen, nadenk over wat jij belangrijk vindt. En niet zomaar stemmen omdat je vriendjes ziet stemmen, maar denk, wat vind jij belangrijk voor Nederland of voor de wereld? En welke partij denk jij dat die dingen belangrijk vindt die jij ook belangrijk vindt? Yes? Goed, volgens mij ben ik klaar. Dank jullie wel voor het luisteren. Het is, jullie mogen klappen. Willen jullie alsjeblieft blijven zitten, heren? Nu gaan we vragen en we proberen ook een beetje achterin inderdaad de gelegenheid te geven. Dus daar komt de microfoon aan. Dus eigenlijk over 10.000 jaar, dan leeft eigenlijk helemaal niemand meer. Want dan is het 100 graden warmer, dan kan je niet op de aarde leven. Ik heb goed nieuws voor je. Nee, zo erg is het niet. Dus wat de verwachting is, als wij, de verwachting is eigenlijk stiekem dat we doorgaan waar we nu mee bezig zijn. Dat de meeste landen niet zoveel hun best doen. Dat het dan zo ergens tussen de 3 en de 7 graden warmer wordt op aarde. Dat betekent wel dat dan met redelijke kans bijvoorbeeld Groenland gaat smelten. Maar als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat we dan iets anders gaan doen. Dan gaan we, en dat heet Solar Radiation Management, dan gaan wij zelf kunstmatig vulkaantjes spelen. Dus de wetenschap is hiermee bezig, maar de wetenschap heeft dit expres eigenlijk nog niet zo heel veel met in de publiciteit gebracht. Want de wetenschap vindt dit zelf ook een beetje een eng idee. Maar toch gaat het gebeuren, denk ik. En het idee is, we weten dat als vulkanen, we hebben dus net gezien van die vieze lucht. We weten dat als er een grote vulkaan is uitgebarsten, dat het dan de 2 jaar daarna een stuk kouder is op aarde. We hebben daar voorbeelden van. Er was, ik weet niet meer precies, ergens in de eind 19e eeuw is een grote vulkaan op Indonesië uitgebarsten. En toen hadden we hele slechte zomers in Europa. De hele wereld, maar ook in Europa. Dus we weten dat als je heel veel deeltjes in de lucht brengt, dat het minder warm wordt. En mijn verwachting is dat wij op een gegeven moment kunstmatig, gewoon met vliegtuigen, deeltjes bovenin de luchtlaag gaan brengen, die het zonlicht gaan tegenhouden, om te zorgen dat het niet warmer wordt. En dan gaan we op een gegeven moment denk ik ook gewoon CO2 uit de lucht halen. Op een gegeven moment dat als we dat gaan doen, die deeltjes, dan denken we, ja, we zijn eigenlijk ook wel een beetje gek om dat te doen. Dus dan gaan we ook weer proberen de CO2 uit de lucht te halen. En op het moment dat dan de CO2 weer uit de lucht is, dan kunnen we ook stoppen met die deeltjes in de lucht. Maar het duurt nog wel een tijdje voordat we daarmee bezig zijn. Maar dat is wat ik verwacht dat er gaat gebeuren. Ja? Imke? Maar wat als jullie uiteindelijk een experiment Sorry. Kun je even je hand... waar ben je? Want ik... Ja? Wat als jullie uiteindelijk een experiment doen dat de aarde juist warmer wordt? Uiteindelijk dan doen jullie een experiment daarvan, maar dan de ijsberen die op de Noordpool leven, dat leefgebied, dat smelt de hele tijd. Ja. En dat komt ook door fabrieken, want ze allemaal grondstoffen uit de grond halen. Ja, dus het is niet heel onwaarschijnlijk dat we over 50 jaar alleen nog maar ijsberen hebben in de dierentuin. Om het simpel te zeggen. Ja, maar ik bedoel, als jullie de hele tijd blijven experimenteren, kan het juist verkeerd gaan en goed gaan uiteindelijk. Hoe bedoel je met dat het goed kan gaan? Het kan goed gaan als jullie zorgen dat jullie niet te veel grondstoffen uit de grond halen en niet de aarde te warm maken. En, ja, ja. En maar dan moeten we wel heel hard ons best doen. Ja, maar als jullie en dan de hele tijd... Het is niet jullie, het is ons. Als ze dan de hele tijd het warm weer maken en dan koud, de ijsberen, dan hebben we dan een klein leefgebied en die passen zich dan een beetje aan het warmte. En dan wordt het in één keer koud en dan zijn ze daar
aan het warmte aangepast. En dan moest ze daar weer aanpassen. Net als sommige apen die in ergens anders wonen, die in één keer eens een keertje in een koud gebied werden gezet. En die hebben daar aangepast. Ja. Als de ijsbaren dan al langzaam naar warmte aanpassen. Ja, dat is een hele leuke vraag. De temperatuur dus daalt. Ja. Goed. Dus de biologen zeggen dat ijsberen eigenlijk lijken op grizzlyberen. En dat als het warmer wordt, dat misschien wel de ijsberen op een soort van gaan veranderen weer in grizzlyberen. En dat in dat opzicht de soort niet zozeer verdwijnt, maar dat de soort verandert. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet genoeg van weet om daar heel veel over te kunnen zeggen. Ja? Ja, eigenlijk wat jij zegt is dus, als wij allemaal kleine dingen doen, dan wordt het uiteindelijk toch weer groter. Dat wij er allemaal aan bijdrage hebben geleverd, dat het uiteindelijk toch heel groot wordt. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat wij, ook ik, ja, kleine dingen doen. Maar het is niet voldoende, want we moeten het echt met ons allen doen. En de enige manier om het met ons allen te doen, is door er met elkaar over te praten. Ja? Ja. Ja. Okay. Wat u net zei, als de Zuidpool, de Noordpool, Groenland gaat smelten, is het dan gevaarlijk voor Nederland? Want Nederland heeft land, als dat kleiner wordt, dan gaan minder mensen naar Nederland trekken en wonen daar. Dan wordt het gevaarlijk. Want dan kan ook de zee groter worden. Probeer het dicht bij je mond te houden. De zee groter worden. En dan verdwijnt er steeds meer land en eilanden. Dus ook voor de schildpadden krijgen dan minder plaats om hun eieren te leggen. Is dat dan heel gevaarlijk? Ja, wat is gevaarlijk? Ik denk, als de zeespiegel stijgt, dat gebeurt heel langzaam. Dus in principe, en in Nederland zijn we redelijk goed georganiseerd. Dus als de zeespiegel echt gaat stijgen met 10 meter, ja, dan gaat de Nederlandse regering, die gaat echt niet gewoon wachten tot het Amsterdam onderloopt. Die gaan dan, of ze bouwen een hele hoge dijk, of ze zeggen, we moeten het ontruimen. Hartstikke idee, iedereen verhuizen. Dus in dat opzicht is het niet meteen gevaarlijk. Het zijn wel heel veel andere grote wereldsteden, dus heel Cairo, Jakarta, New York, Londen, die zijn ook allemaal op zeeniveau en ook heel moeilijk te beschermen. Dus daar zie je wel, ook Venetië, dat hebben jullie misschien nog in de krant gezien, Venetië is ook ondergelopen. Bij Venetië zijn er twee dingen, de zeespiegel stijgt en het probleem is dat Venetië zelf naar beneden gaat. Omdat ze het water onder de Venetië is een grote bel met water, dat hebben ze opgepompt om te drinken. Maar omdat er geen water meer zit, zakt de grond in en daardoor zakt Venetië naar beneden. En daardoor zie je dat in Venetië er telkens vaker een overstroming is. Het is niet heel gevaarlijk, het is vooral heel vervelend. Ja? Nog een vraag van Sjors. Hoeveel procent recht hebben we om voordat de gemeente er iets aan doet. Want je zei 200%, maar hoeveel procent recht hebben ze nu al? Recht. Kun je proberen nog meer woorden te gebruiken om te zeggen wat je bedoelt? Een paar pagina's hiervoor. Ja, ik weet welke je bedoelt. Deze. Hier bedoelde je die 200. Hoeveel procent hebben we nu al? Oh, hoeveel procent zekerheid? Ja. Heel goed, dankjewel. Nu begrijp ik de vraag. Hoe zeker weten wij nu dat het klimaat verandert? Als ik het mag zeggen, 95%. Dus we weten met 95% zekerheid dat als wij doorgaan met fossiele brandstofgebruik zoals we nu doen, dat de temperatuur dan ook door blijft stijgen. Ja? Ik heb hier nog een laatste vraag van Jules. Maar de zon gaat toch uiteindelijk ook op? Ja. En de zon was hoe oud ook alweer? Ik weet het niet. 4,5 miljard.
Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe oud de zon gaat worden. Maar misschien wordt hij wel nog, misschien wordt hij wel 9 miljard, hè? Twee keer zo oud als dat hij is. Dan duurt dat nog 4,5 miljard jaar. Ik moet toegeven, ik maak me zorgen over wat er gebeurt in de toekomst, maar zover kijk ik ook niet. Oké. Okay. En dan zit de tijd erop en dan wil ik een heel warm applaus voor professor Raya Keller. Ik denk dat we allemaal heel veel hebben geleerd. De ouders ook. Ik ook in ieder geval. Heel hartelijk bedankt. Dankjewel. En jullie ook hartelijk dank. Jullie heel erg bedankt.